Mocht dat niet meer doorgaan, ben ik er morgen. Ik beloof het. Maar dat is echt enkel en alleen als ik niet meer hoef te werken. Ik ga meteen even kijken of hij nog van WhatsApp heeft. Waarschijnlijk niet. Ja, hij heeft nog een WhatsApp. Nee, ja, sorry jongens. Ik moet morgen werken. Helaas. Het zij zo. Sorry Daniel. Geen zorgen. Rick. Oh, nou, dan mag jij. Oh, Rick, als jij wil, dan mag jij gaan streamen. Vind ik ook best. Je doet het leuk, kijk met plezier. Dank je, Daniel. Dit doet me goed. Dit doet me echt heel goed. Slaap lekker, Daniel. Ik spreek jou sowieso later. Let's go to Capcomico. Zou ik niet de andere kant op gaan? Just figuring. Emil, hoe? Hoe dan? Nou, Emil, ik moet eerlijk zeggen, toen wij klaar waren met onze marathon, had ik ook gewoon echt enorm veel zin om Zelda te spelen. Waarom, weet ik niet, maar ja. Nee, ja, ik weet niet, het maakt toch iets weer los. Hetzelfde dat ik nou ook gewoon zin heb om Twilight Princess te spelen, terwijl ik toch een deel bij jullie heb zitten kijken. En ook Skyward Sword wil ik weer verder gaan spelen en zo. En ik moet nog zoveel. Zoveel te doen, zo weinig vrije tijd. Magie van de Zelda reeks. So true. Tuurlijk. Opletten. Dit meen je niet. Nou, wat? Dus. Ik kan niet in Kakariko komen. Of zit dat daar? Nee. Ja. Moet ik echt... Ah, dit wordt leuk! Super! Dan gaan we lekker omlopen. Wat ook niet kan, want die brug was natuurlijk kapot. Wacht even. Misschien weet ik het wel. Oh. Ja, nee, precies. En Emil, je hebt helemaal gelijk. Je hebt het ook nog gisteren zitten spelen, dus dat scheelt. Nee, Emil, dankjewel. Het tel maar inderdaad. Het was die. Dat was. Ja. Ja, oké. Oké, Gabriel. Slaap lekker, jongen. Ik zie je hopelijk snel weer. Ik zou zeggen, slaap lekker en rust nog lekker uit van, de 5 dagen epische streaming. Het was echt super tof. Ben ik het mee eens, Mario? Nog één luid applaus, kom op. Ik ben het zeker mee eens. Oh? Meen je dit, Emil? Dat mag ze mij ook wel eens gaan vertellen dan. Daar weet ik niks vanaf.
Ah, oké. Okay. Ja. Oh, net voor zat. Nou. Dat is heel simpel. Ik weet al wie dit gaat winnen. Nee, alleen maar joh. Hey, Emieltje! Hoe is het, jongen? Alles goed daar zo? Kunnen we dit niet een soort van skippen of zo? Ik hoef die cutscenes niet te zien. Wat is dit? Nou, dit is niet spa... Oh! Nee, dit gedeelte! God... Waarom? Oh, dit vind ik zo... Had je hier niet een soort van pijl en boog voor nodig? Ik heb maar één pijl. Nee, dit wordt super! Dit gaan we helemaal redden. Oh, wacht even. Dat is niet helemaal waar. Ja, het is wel waar. Oh. Sorry dat ik even geen attentie meer geef aan de chat. No attention. Ik ga heel even focussen. Pilot Rock van BC. Oké. Okay. Dank je, Emiel. Ja. Turk, je hebt gelijk. Je hoort geen geluid. Dan moet je misschien je volume opendraaien. Want volgens mij hoort de rest het namelijk wel. Ja, ik... Emiel, zeg jij het dan? Oké. Okay. Can you remove that screen? Oh. Oh, jezus. Nou, dit gaat super! Oh, wacht. Wacht even. Oh, derpa 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 der. Je moet het gewoon hetzelfde doen als... Ah! Kom op zeg! Heb je hem niet uit zijn balans kunnen brengen ofzo? Om dit te doen? Blijkbaar niet. Wat loopt Midna nou weer? Uit op je mond! It looks like he went to the government's club met zijn shields. Dat is Frans completely open. Ja! Leuk! Ik heb geen pijlen! draai eens om. Draaien is om! Oh god! Hoe kan ik geen pijlen hebben? Ja, weet ik veel! Vraag het Link! Ik ga het wel op deze manier proberen. Ik hoop dat het werkt. Nee! Oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Ik heb een idee. Zou dit kunnen... Ah, die kan je natuurlijk... Ja! Kan je gooien? Oké, okay. Dit is wel leuk. Maar dat werkt dus niet. Zwaard kan ook... Hoe dan? Hoe dan? Deze heeft zwaard dan ook, hè? Maar hij heeft... Leuk. Maar ik krijg hem totaal niet geraakt. Kijk niet op de chat. Emiel, dat doe ik wel. Ik weet ook niet of Emiel chat eigenlijk. Ik weet niet waarom eigenlijk, ik moet me focussen, maar dat komt goed.
Niet een soort van boete ofzo? En daar kom je nu mee?! Wat?! Dank je! Die had ik 10 minuten geleden moeten hebben! Oh jeez. goed idee trouwens, Emiel. Ik heb eigenlijk ook standaard die combinatie aanstaan, maar... Kijk. Kom maar op, ik pak je. Kijk. Echt? Geef me meteen arrows of zo. Ga niet eerst. Oh, we gaan eerst 10 keer op beneden lopen. Oh ja, misschien heb je arrows nodig. Daar had je wel eerder mee mogen komen. Nee, Emieltje, nee. Ik ga dit niet 121 uur doen. Doe normaal. Ga ik nu denk ik gewoon een pijl even pakken om de bommen niet op te maken. En dan... Hey ho, let's go! Gaat hij bijna dood trouwens? Oh, ja. Nee, jullie gaan hem niet raken. Ik ben de afleiding, haha! Oh nee, ga weg! Doe hem al! Raak hem niet! Stop, paard! Nee! Oh, wacht even, ja. Van een hier. Waarom ga ik van... Blijf op je paard. Lol, dat is mijn quote. Wat? Emiel? Ten eerste... Oh, stom paard. Ja, leuke quote, hè. Maar, ja. Oh, wacht. Ik heb natuurlijk de sleutel. Hey! Niet praten. Ga van je paard. Maar Emiel, over hoe ver ik ben, ik heb net de Fire Temple gedaan. En ik ben nu op weg om inderdaad mijn... hoe heet het? Om mijn... oh, daar. Als een baas! Even naar een karretje. Nee, we zijn nu bezig om bij de watertempel te komen. En dat doe ik dus door die Zora-tunic krijgen. Oh ja, tuurlijk. Dan gaat hij een rondje lopen. Kom, hier. Ga geen rondje lopen. Nou, ik ga het niet overleven. Ik hoop trouwens niet dat ik dood ga, ik heb natuurlijk geen potion. Nee, jongens, dit wordt een death. Tenzij ik dit op een hele epische manier kan ontwijken. Maar dat zit er waarschijnlijk niet in. Zeker niet omdat ineens die beesten hier hebben in de death. Nou, dat ging toch beter dan verwacht. Daar bijna geraakt. Wat? Nee! Gaat hier niet dood. Ah!